Stanley vond ik zo verschrikkelijk goed. Ik bedoel, ik had ook niet mee kunnen doen. Had ook publiek gekomen, ik weet het zeker. Die had ik op een gegeven moment een stuk met ontbloot bovenlijf. En dan stond ik ervoor een nummer te zingen. En dan zag je het publiek denken, kan die vrouw even opzij? Want ik zie die jongens niet zo goed, weet je wel. En ik weet nog dat we in die tijd van die gesprekken hadden. Dat ik zei van, ja, je staat naast me, je staat achter me. Maar joh, je bent veel te goed om naast iemand en achter iemand te gaan staan. Je moet zelf voorop staan. En Stanley is een soort van waanzinnig groot talent met een natuurlijke bescheidenheid die hem enorm siert. Maar die heeft dat wel opgepakt en gedacht, oké, dan is mijn grote passie is een musical, dus daar ga ik voor. En de jongen speelt de ene hoofdrol naar de andere hoofdrol, alsof hij nooit anders gedaan heeft. Het is heel lief, nu nog. Moest ik een choreografietje hebben voor overgang. En dan, natuurlijk, dan kom ik wel even langs. En dan gaat hij heel lief met mij een hele choreografie maken. Die we dan 3 weken later met alle liefde er weer uit flikkeren. Maar dan dat vindt hij allemaal prima. Zeg, wat wil je ervoor hebben? Nee, sodemiet erop. Ik wil helemaal geen geld. Ik wil het gewoon leuk. En dan wij weer, Stanley, je hoort er geld voor te krijgen. Dat willen wij. Nee, ik heb zo'n zinloze discussie over wat we wel mogen geven of niet. Het is echt heel leuk met hem.